zelf. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat de situatie met betrekking tot de criminaliteit een te serieuze aangelegenheid is om met de oppositie te gaan vechten op dit moment. Dat ga ik niet doen, voorzitter. Ik denk dat oppositie en coalitie, het parlement in totaliteit, voorzitter, als verantwoordelijke leiders die regering alle ondersteuning moeten geven. In ons democratisch bestel is het zo dat er een regering voor een bepaalde periode wordt aangesteld. De samenleving geeft mandaat aan die regering om beleid te maken. En als parlement, alle 51 leden, hebben wij de verantwoordelijkheid om die regering kritisch te ondersteunen bij dat beleid. Het kan zijn dat je op bepaalde vlakken niet eens bent met dat beleid. Voorzitter, dat kan, dan geef je dat aan. Maar om gewoon te gaan op het niveau van oppositie-coalitie, dat gaan we vandaag niet doen. Voorzitter, ik denk dat politiek voering grenzen heeft. Helaas merken we op, voorzitter, dat met betrekking tot de criminaliteit, dat er toch wel mensen zijn in die samenleving die er werk van maken. En het is betreurenswaardig om op alle mogelijke media die ze ter beschikking hebben, om op een bepaalde verfoeilijke manier vrees aan te jagen aan die samenleving. Voorzitter, we roepen die lieden op om van dat pad te komen. Voorzitter, we maken mee en de afgelopen dagen, nadat we een hele periode van rust hadden, enkele maanden van rust, hebben we meegemaakt, voorzitter, in de afgelopen dagen, dat wij weer een aantal, voorzitter, berovingen hebben gehad. We hebben gehad dat er ingebeukt is in huizen van mensen en waarbij leed is achtergelaten, voorzitter. We vragen aan die regering om te kijken naar de situatie. En we vragen, voorzitter, dat men zodanige maatregelen treft. U weet dat wanneer er een acute situatie is, dat er acuut moet worden opgetreden, voorzitter, los van zeg maar het algemeen beleid. Maar wanneer we meemaken dat op een bepaalde wijze, een bepaalde intensiteit is, voorzitter, dan moet ook al zodanig worden opgetreden. En voorzitter, we hebben vertrouwen in die regering. We hebben vertrouwen in het ministerie van Justitie en Politie. We hebben vertrouwen in onze politie, mannen en vrouwen, voorzitter, dat ze het werk, de job die zij op zich hebben genomen, en die de samenleving hen heeft toevertrouwd dat ze dat aankunnen. We horen van de positieve berichten met betrekking van het district Wanica. En mijn collega vertelde me erover dat de politie patrouilleert in Wanica, voorzitter. Dat men mensen, politieman op straat ziet, op de bike, in auto's, onopvallend. En voorzitter, we zijn blij dat we hebben erop aangedrongen en we horen dat dat gebeurt. Wij vragen dat we dat ook zien in andere buurten waar dat nog niet het geval is, voorzitter. We vragen nogmaals aan de regering om te kijken naar die acute situatie van de afgelopen dagen die we hebben gehad. Dat er maatregelen komen. We kunnen onze collega ondersteunen in dat stuk van slachtofferhulp. Meestal hebben we de neiging om alleen te kijken, voorzitter, naar de mensen, de misdadigers. Maar u weet dat wanneer dat leed daarachter is gelaten, dat de mensen soms zo wanhopig zijn en eigenlijk zo desperat zijn dat ze hulp nodig hebben om weer bovenop te komen. We vragen aan die regering om daarnaar te kijken. Maar voorzitter, tot slot doe ik nogmaals een dringend beroep op de lieden die vinden dat ze, en wanneer ze zo in bepaalde gezelschappen zijn, dan zijn ze netjes.
Maar voorzitter, wat men maakt op de radio is niet goed, voorzitter. We roepen ze op om het niet te doen. Om die samenleving vrees aan te jagen, voorzitter. En we denken dat wij als parlement in totaliteit een verantwoordelijkheid hebben om die regering te ondersteunen. En we vragen dat we dat doen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel.